kop die gaan we installeren. Het hart van de installatie. Die bestaat uit twee delen. Het is een zeswegklep. En die gaat straks deze klep vervangen. Dit is de bodemdeel en die gaan we straks aansluiten. Dan komt als laatste deze erin. En hier zit dan de display en een gedeelte van de besturing in. Deel 2 is de besturingskast. En dit is de centrale waar alle elektronica in zit. Ik ga het even openen. En hier zien we de elektronica. Deze gaan we straks allemaal keurig aansluiten. Hier de gebruiksaanwijzing en de manual voor de klant, het aansluitingsmateriaal. Een niveauregelingskit en deze zorgt voor de watertoevoer. En hier hebben we dan de sensor voor de skimmer, het aansluitmateriaal. Dan hebben we hier de sensor, die komt straks in de poelkop in de zeswegklep. Deze gaat straks de pH en de chloorwaardes detecteren, zich bepalen. Deze doseerpompen gaan we straks monteren. En die zorgen ervoor dat het zuur en het chloor op de juiste hoeveelheid toe wordt gevoegd aan het zwembadwater. We zijn begonnen met het verplaatsen van het filter, het verwijderen van het oude filterklep. We hebben vervangen door de nieuwe poelkop. Deze klep doet automatisch terugspoelen en zorgt ervoor dat hij de filtertijden precies aanhoudt en stuurt eigenlijk de hele unit aan. We hebben hier twee doseerapparaten, één voor de pH en één voor de chloor geplaatst. We hebben de leidingen aangepast, hier met een automatische klep, terugslagklep. Vervolgens hebben we hier een waterleiding suppletie aangebracht. Hier zit de centrale controle unit. Even snel even laten zien. Met alle aansluitingen. En die stuurt weer deze unit aan. De poelkop stuurt ook de quenchgestuurde pomp aan, zodat deze op verschillende snelheden deze pomp kan bedienen. Vervolgens stuurt hij ook de warmtepomp aan. Hij stuurt dan ook de temperatuur op waarop je het gewenste temperatuur voor je zwembad is. En dan heb je een volledig geautomatiseerd systeem. Hij is nu bezig met een terugspoelstand. Je ziet dat hij nu in een backwash gaat. Hij geeft aan wat voor druk hij heeft. Hoeveel seconden het nog duurt. Je ziet het water redelijk vuil. Ze gaan nou al het vuil schoonmaken totdat de druk zo dusdanig is dat hij het filter weer mooi schoon heeft.